Nou, sowieso zijn wij wel de agrarische partij, dat is duidelijk. Wij hebben een agrariër in ons midden die in de prijs is gevallen ook met de kazen. Daar weet jij alles van. Jullie hebben daar uitgebreid verslag van gedaan. 99 van de 100 punten, ongekend hoog. Maar het was naar aanleiding van de boerenprotesten en het feit dat ze eigenlijk voor 45% uit mijn hoofd verantwoordelijk worden gehouden voor het stikstofprobleem, vervuiling in Nederland. Dat lijkt ons in Zoeterwoude onwaarschijnlijk dat dat aan de hand is, hier in ieder geval. En wij zijn gewoon heel trots op onze agrarische ondernemers die hier in de Randstad het nog steeds voor elkaar krijgen om dit veenweidegebied zo goed te onderhouden. Dat de koeien nog buiten lopen, dat er verschrikkelijke goede producten gemaakt worden zoals de boerenkaas. Maar ook boter, moeten we ook niet vergeten, dat wordt ook gedaan. De melk. Dus wat dat betreft vonden wij het eigenlijk wel, net als in navolging van Alfa aan de Rijn, die deze motie ook hebben ingediend. Ietsjes anders is die, maar die hebben dat ook gedaan. Want die hebben gezegd, ja weet je, wij zitten hier in het groene hart, in het al het geweld van de Randstad. En wij moeten gewoon trots zijn op de mensen die dit landschap behoeden voor andere zaken. En dit... En de producten lokaal produceren. En daarom hebben wij gezegd, bij het vaststellen van de visie natuurlijke leefomgeving, de basis in balans, dat is belangrijk, dat het in balans is. En wij vinden dat de agrariërs daar een heel grote rol in spelen. En wij hebben gezegd, Zoeterwoude is trots op ze en dat spreken we officieel uit. Dat is eigenlijk meer een statement dan dat jullie het er niet mee eens zijn. Het is een statement. Een motie wil zeggen dat we vinden dat het op de agenda moet komen. Het staat nu op de agenda. Wij hebben het college gevraagd dat wanneer de agrarische sector hier in Zoeterwoude getroffen wordt door stikstofmaatregelen, wij toch binnen de gemeentelijke mogelijkheden kijken om dat zo ruimhartig mogelijk op te lossen voor deze sector.